Goedenavond, dames en heren, bij deze speciale rechtstreekse uitzending vanaf het Sumatraplein. Hier op dit plein in Dordrecht worden elk jaar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de vredesmissies daarna. We gaan met deze uitzending bewerkstelligen dat u ondanks de coronacrisis er toch bij kunt zijn. Want vele mensen zijn er hier jaarlijks graag bij. En we gaan dat mogelijk maken door u hier te laten zien wat we hier doen qua herdenking en bevrijding. U zult misschien denken, 50 minuten lang de lokale omroep, dan ga ik de koning missen. Niet getreurd, we schakelen straks na achten ook even over naar Amsterdam om te luisteren naar de toespraak van de koning. Dus u krijgt het hele pakket vanavond hier bij RTV Dordrecht. Goed, dat gezegd hebbende, het zal u niet ontgaan zijn, 2020, precies 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, bevrijd. Maar ik ga nog 5 jaar verder terug met een historicus, Kees Weltevrede. Want ja, Kees, we mogen elkaar tutoyeren, hebben we al afgesproken. Ja. Kees, 80 jaar geleden begon de oorlog, maar hoe begon die nou eigenlijk in Dordrecht? Ja, Dordrecht moet je zien natuurlijk als een onderdeel van de aanval van de Duitsers op Nederland. En dat wist men natuurlijk ook heel goed. En daarom waren hier ook de bruggen, de Moerdijkbruggen en de bruggen naar Zwijndrecht, die waren natuurlijk flink bewaakt. Want men verwachtte natuurlijk misschien mogelijk een aanval. Maar ja, op de vroege morgen van 10 mei, toen ging het toch een beetje mis eigenlijk. Want iedereen was in diepe rust toen om 4 uur 's morgens de bommenwerpers overkwamen. En als eerste bommen gingen gooien op de verdedigingswerken. Maar de soldaten die waren niet in paraatheid gebracht. Dus die werden overvallen door de luchtlandingen, door de parachutespringers van de Duitsers. En ja, voor je het wist waren ze eigenlijk al ontwapend en konden ze eigenlijk niks meer uitrichten. Ja, Blitzkrieg noemde de Duitse stad. Ja, je werd precies, heel snel overrompeld. Ja, dat gebeurde dus eigenlijk. Vielen er veel slachtoffers hier in Dordrecht en in de omgeving van Dordrecht? Uiteindelijk toch wel. Ongeveer van wat er hier op de vesting Holland op het Zuidfront gebeurde. Dat was dat er Nederlanders 555 slachtoffers kenden. De Duitsers 242. En wat ook gebeurde is natuurlijk dat er ook Fransen kwamen. Uiteindelijk bij Moerdijk op de laatste dag op de 13e mei toen er gevochten werd. En er zijn ook nog 64 gesneuveld. Ja. En ook nog Britse piloten die zijn getroffen. Dus er zijn er ook nog 34 van hen omgekomen. Ja, best wel heftig dus geweest. Zeker, dat begin die meidagen 1940. Strijd, ja. De slag om het eiland van Dordrecht. De slag met name om die cruciale bruggen. Ja, die waren heel belangrijk in de oorlog voor de aanvoer- en afvoerroutes. Ja. Eigenlijk die oorlog duurde maar heel kort. Althans, daarna begon een langdurige bezetting. Ja. Toch hebben we van de oorlog nog het een en ander meegekregen. Ik denk hier, als ik kijk naar opzij, het park Merwestein, het bombardement. Er waren wel degelijk oorlogshandelingen. Ja, nou en of. Ja, ja, ja. Hier zat natuurlijk een tijd lang, vanaf 1941-1942, zat hier een hoofdkwartier van een infanteriedivisie. Die eigenlijk heel Holland, Zeeland, Zuid-Holland moest bewaken. En in september kregen deze mensen in 1944 opdracht: jullie moeten gaan vechten tegen de geallieerden aan het Albertkanaal. En daar moesten ze toen naartoe. En toen kwam dit vrij te staan met 5 grote bunkers. En toen is hier het 15e Duitse leger terechtgekomen. Dat is een veel hogere. Dus daar is toen dat bombardement op gekomen op 24 oktober 1944. Ja, en er zijn ook heel veel doden te betreuren geweest hier in de omgeving van het park. We gaan van de historicus, die natuurlijk vanuit zijn deskundigheid er alles over weet, gaan we even over naar de gewone Dordtenaren. Want ja, hoe hebben die de oorlog nou eigenlijk beleefd? Ja, zo'n vraag kun je alleen maar stellen aan mensen die het zelf aan hun lijve hebben ondervonden. 'S morgens om 4 uur werden we wakker van de herrie. Voor al die vliegtuigen en lucht hebben we dat nooit gezien. En ik stond met u en mijn vader, kom uit je bed, is oorlog. Het eerste wat ik me herinner is de enorme hoeveelheid vliegtuigen. Dat enorme gebrom, dat zit nog steeds in mijn oren. Ja, dan begint dus de ellende, want we zijn daar allemaal uit het huis gejaagd.
En ik wilde met mijn vader mee en die zei, ga terug en je moet op je moeder passen. Pas maar goed op je moeder. En dat zijn zijn laatste woorden geweest, want ik heb hem niet meer gezien. Er kwam een, in de kranten en ook, geloof ik, nog zo'n losse folder. Maar ook in de kranten werden jongens en mannen ouder dan 16 jaar en ouder, moesten zich melden voor arbeidseinsatz. Van de jongens moesten dan vanaf 16 jaar gebakte gezak voor de deur staan. Of ze moesten er gaan melden bij een of andere school. Maar mijn oudste broer die moest ook weg. Maar die hebben we gezegd, onder de grond wegwezen. En een buurjongen, mijn zwager is onder de grond. Maar voor de deur hing een bord, besmettelijke ziekte. En dan kwamen de Duitsers ook niet binnen. Want ze waren bang dat ze ziek werden. En dat heb heel de oorlog op de deur gehangen. En hebben ze die mannen opgesloten boven in die school. En toen zijn ze geraakt door geschut uit Schravendeel. Van de andere dag zei ik, ik ga pa zoeken. En toen kwam ik daar bij die school met de Bijbel. En toen werd ik door Duitsers gewezen op een paar begraven. En toen zeiden ze, en toen stond er iets van een suikerzakje grote, stond erop. Hart. En dat was mijn vader. Je wist dat je gewoon aan de Duitsers was overgeleverd. Je had niks in te brengen. Alleen maar pijn, honger en voor de rest verdoving. Wat je dus niet kon, dat was naar buiten. En je kon dus ook eigenlijk overdag nauwelijks in de kamer, want dat scheen door. Joodse kinderen mochten niet meer naar gewone scholen. En die moesten dus naar Joodse scholen. En die was ook zo'n Joods schooltje hier in Dordrecht. Op de Varkenmarkt, achter de synagoge. Op een ochtend, dan waren de kinderen dus niet meer in de les. Die waren dus of opgepakt, of hadden zich keurig netjes met hun oproep naar het station begeven en waren afgereisd naar Westerbork. Het leven, dat spitste zich toe op het, op welke manier dan ook, aan eten komen en aan andere dingen die je nodig zou kunnen hebben. Denk alleen maar dus aan het omzagen van boompjes om in de kacht te kunnen verstoken, om te kunnen koken ofwel om je te verwarmen in de winter. En dat was in de tijd dat je in de jaren 30 het niet waagde om over het gras te komen, want er stond een bordje verboden het gras te betreden. En toen had je het lef, terwijl het ook van de moffen niet mocht, om bomen om te zagen, om die te verbranden. We gingen proberen om eten te vinden. Ik ging nogal eens naar Dubbeldam en ik kreeg een zakje aardappelen bijvoorbeeld. Maar dan kwam ik terug over de richting Zuidendijk naar de Glazen Straat, naar de Glazen Straat toe. Of naar de Kamerlingstraat toe, was het toen al. Kamerlingstraat, naar de stad. En stonden er twee en dan pakten ze je zakje aardappelen weer af. Die waren dus helemaal fout. NSB'ers. Fascisten. Pakten ze je aardappelen af. Dan was ik 14 jaar, 13. 13, 14 jaar, 12, 13, 14 jaar. Was heel erg. Grijpende getuigenissen van mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. En u denkt misschien, ja, wat is het allemaal kort en snel. Er is veel meer materiaal. U kunt de uitgebreide interviews met deze en andere mensen die de oorlog hebben meegemaakt later terugzien in een documentaire serie op RTV Dordrecht. Maar nu moeten we even door met het programma. Kees Weltevrede, historicus, u bent er nog. We zagen in het filmpje het een en ander voorbij komen. Er werd onder andere gesproken over de Joodse gemeenschap. Ja. Hoe is het de Joodse gemeenschap in Dordrecht vergaan? Ja, ongeveer 300 mensen moet je bedenken. Een hechte gemeenschap. En die werd steeds meer geïsoleerd eigenlijk. Dat begon natuurlijk allereerst met het registreren.
En dat was natuurlijk al vreemd, want ja, iedereen was al geregistreerd bij de burgerlijke stand natuurlijk. Maar toen gingen de Duitsers vragen van een Ariërverklaring en een Joodverklaring. Dus steeds meer werden die mensen gefocust. Die kwamen steeds meer in het gezicht te staan. Ja. Vervolgens werden er allerlei verordeningen gemaakt, waardoor ze bijvoorbeeld hun bezittingen die ze hadden, de zaken die ze hadden, ja, die verloren ze eigenlijk allemaal. Ze moesten hun bankrekeningen en al hun waardevolle papieren opbrengen bij een roofbank. En vervolgens werd hun vrijheid eigenlijk ontnomen. Ze mochten niet meer in het park komen, ze mochten niet meer in de tram of in de trein. Dus steeds het werd van kwaad op erger. Hun vrijheden werden steeds verder ingeperkt. Totdat ze natuurlijk in 1942 een ster op kregen. Ja. En in augustus moesten ze zich gaan melden om in Westerbork te komen. Ja. En uiteindelijk. En daar gingen steeds meer mensen natuurlijk naartoe. En helaas, de rest van het verhaal, dat is helaas bekend wat er daarna gebeurd is. Ja, hebben er ongeveer 60 mensen het overleefd. 60 mensen hebben kunnen. Ja. Van de 300. Triest, van de 300. Ja. Triest verhaal. Ja. Dank tot zover. Ik praat straks even met u verder. Ik vraag nu even de burgemeester en de kinderburgemeester erbij. Want die gaan straks allebei een krans leggen bij het monument hier op het Sumatraplein. Blijf dat dus volgen. Ah, ze zijn er allebei al. Ja, meneer Kolf, wel een vreemde gewaarwording lijkt me. Hier een bijna leeg plein. Dit is op z'n zachtst gezegd anders dan anders. Ja, normaal gesproken zouden we hier natuurlijk met honderden Dordtenaren staan die hier ook dit moment meebeleven en stilstaan bij wat er allemaal voor vreselijks is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog en ook daarna. En dat kan nu dit jaar niet. Maar ik ben wel blij dat we toch een manier hebben gevonden om ondanks de situatie stil te staan bij dodenherdenking. Want ik denk dat al die slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en daarna dat ook verdienen. Ja, want u gaat dat ook doen op de manier zoals we dat wel elk jaar gewend zijn. Hè? Er wordt een krans gelegd, 2 minuten stilte, het Wilhelmus wordt gespeeld en u houdt een toespraak. Ja, precies. We proberen het zo dicht mogelijk te evenaren en dan vervolgens de kijkers thuis dat moment mee te laten maken. Maar dit keer dan digitaal via de camera en helaas niet hier op het Sumatraplein. Maar ik ben wel blij dat het mogelijk is om het in ieder geval zo te doen. Het is een heel belangrijk moment en dat zullen we de komende jaren wat mij betreft weer op een normale manier kunnen doen. En vandaag even op deze manier. Ja, want mensen zeggen wel eens, het is al zo lang geleden, laten we er een keer een punt achter zetten. Maar herdenken moet. Ja, herdenken moet. Herdenken is heel nuttig. Al is het maar om de vrijheid die we met elkaar hebben ook te koesteren en te leren waarderen. Dat is ontzettend belangrijk. Het is allemaal niet vanzelfsprekend, dat merken we ook deze dagen weer. Heel goed om stil te staan wat voor offers mensen ook 70, 75, 80 jaar geleden hebben gebracht voor de vrijheid die wij nu kennen. Ik kijk even naar iemand die een hele andere crisis meemaakt. Want ja, oorlog is iets heel bijzonders, maar jij maakt de coronacrisis mee. Marije Fenix, 10 jaar jong, jij bent de kinderburgemeester van Dordrecht. Hoe lang al? Een jaar, hè? Ja, een jaar ongeveer. Ja, en hij mag 6 jaar blijven. En hoe lang mag jij blijven? Ja, 1,5 jaar. Oh, dus heel kort maar. Ja. Is het leuk? Ja, heel erg leuk. En, maar wat we nu doen is eigenlijk niet leuk. Dit is eigenlijk heel formeel belangrijk. Vind je het belangrijk om hier te zijn? Ja, ik vind het belangrijk om erbij stil te staan dat de verhalen ook aan kinderen verteld worden, zodat ze niet vergeten worden. Ja, want hoe heb je de oorlog zelf mee? Op school, ja, je kan niet naar school nu natuurlijk ook, van de toestand allemaal met die corona. Ja. Hoe heb jij de oorlog meegekregen? Heb je dat uit boekjes of van horen zeggen? Ja, mijn oma die heeft wel wat verhalen verteld. Zij heeft in de oorlog geleefd, maar verder heb ik nooit echt verhalen erover gehoord. Ik ben wel altijd naar de dodenherdenking ook geweest, dus daar ben ik ook bij geweest, maar verder heb ik nooit echt verhalen erover gehoord. Oké. Okay. Ik ga je verder niet lastig vallen. Ga jij samen met die lange meneer doen wat er vandaag gebeurt? Ja. Ik ben ook heel blij dat ik samen met Marije mag doen. Ga uw gang. Goed, wij gaan nu kijken wat er gebeurt hier op het Sumatraplein. Met de historicus, want het is nog niet zo ver, we horen wel klokken luiden, maar we hebben nog eventjes.
ik had het over het begin van de oorlog. Tijdens de oorlog, ja, dan is het onvermijdelijk. Dan moeten we het nog even hebben over de afloop van de oorlog. Het eind van de oorlog, ja. Want dat was nogal gek, hè, hier in Dordrecht. Hier, ja, de mensen hoorden op vrijdagavond 4 mei dat de capitulatie... Geen zware gevechten? Nee, hier niet. Nee, gewoon nee, Radio Oranje, we zijn bevrijd of zoiets? Nee, zo ging dat helemaal niet. Nee, hoe ging dat? Nee, nou, dat waren geruchten wel via de radio van dat de capitulatie eraan kwam. Maar ja, toen zat het hier nog vol met Duitsers. En de binnenlandse strijdkrachten, die hadden natuurlijk gehoopt van dat ze een rol zouden kunnen spelen bij de bevrijding. Maar dat zat er niet in. Die werden gecommandeerd door dat ze niet mochten ingrijpen. De Duitsers hadden ook geweigerd hun wapens bij de BS in te leveren. Ze wachten op de geallieerden. Dus het was eigenlijk een soort machtsvacuum, want ja. Die geallieerden die kwamen uiteindelijk op 9 mei, geloof ik? 9 mei, woensdagmiddag, 9 mei officieel. Dus we waren op 5 mei bevrijd, het land, ja. Maar Dordrecht eigenlijk pas op 9 mei. Ja, je ziet ook op de foto's bijvoorbeeld, in het archief zie je dan de vlaggen uithangen, maar dan zie je ook nog bewapende Duitse soldaten lopen, ja, te patrouilleren. Hele gekke toestand is ja. Dat natuurlijk ja. Geweest. Ja, we zien ook, terwijl wij staan te praten, zien de mensen thuis allerlei beelden van de bevrijding. Want ja, dat moet een enorm feest geweest zijn. Dat denk ik ook, ja. En zeker voor mensen die ondergedoken hebben gezeten natuurlijk. Hè. Al die mensen die voor de arbeidseinsatz weg waren. De Joden die misschien er nog waren, die ondergedoken zaten. Die kwamen toen vrij natuurlijk. Er is heel veel verteld over de oorlog. Ik heb u altijd horen zeggen, er moet nog veel meer onderzocht worden. Ja, precies. En we zijn nu 75 jaar verder, dan denk ik, ja. Wat moet er dan nog onderzocht worden? Nou, er is nog zoveel. Heeft u wel eens een publicatie gelezen hier in Dordrecht over de NSB hier? Nee, en over de hongerwinter niet. Nee, en over de rol van bepaalde verzetsmensen niet. En hoe werkt er nou precies die distributie? Dat is allemaal nog helemaal niet uitgewerkt. Is er zoveel nooit onderzocht? Ja, er is bijna niets onderzocht. Ja, ik hoef u niet te vragen wat u er als historicus van vindt. Nee, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Ja. Het zijn een paar boekjes, die zijn er wel. Maar dat berust op vaak getuigenverhalen die ook belangrijk zijn. Maar dat zijn geen wetenschappelijke onderzoeken natuurlijk. Nou, wie weet ja, hebben we nog wat. Dan hebben we in ieder geval in de toekomst nog voldoende te bespreken met elkaar. Precies, zo bedankt is het. Tot zover. Okay. Want wij gaan nog even kijken. We hebben het net over bevrijding. Ja. En dan weer ooggetuigen. De mensen die het toen zelf hebben ervaren. Hoe hebben ze het ervaren? De bevrijding. Ik weet nog dat mijn moeder, die kwam bij de buurvrouw vandaan. Door de achterdeuren. En die sprong dansend en zingend naar me toe van we zijn bevrijd, de oorlog is voorbij. Ik wou nog zeggen, doe die zo achterlijk mensen, weet je wel. Maar dat was toen zo, hè. Je dacht, ze kan me wat vertellen. Maar het was natuurlijk wel zo. En ja, dat is gewoon een feest geweest. Dagenlang, hè. Binnen een mum van tijd. Waren overal de vlaggen en de vlaggenstokken gehezen en er werden ook buurtfeesten gegeven. En dat ging zo verbazend snel, dat kennelijk hadden ze alles achter de achterdeur staan, weet je wel. En er liepen heel veel mensen bij mij in de Wijnstraat, met mij ook mee en daar ging je ook mee. En dan was er ergens een huis waar een mevrouw was en die werd kaal geschoren. En dat woord moffenkledders, dat zwierf rond daar, denk ik. Want ik weet niet hoe ik er anders aangekomen ben. En dat was iets achteraf waarschijnlijk. Mensen die gehuild hadden met de Duitsers of zo. Maar dat weet je dus als kind helemaal niet. Ik denk dat je daar niet ongeschonden uitkomt. En ik denk dat het toch een vrij grote invloed heeft gehad, omdat je dus dingen meegemaakt hebt die je als kind niet moet meemaken. Je praat alleen maar over de grappige momenten, denk ik. Want vergeten, dat doe je nooit meer. Kan niet. Vergeten, dat doe je nooit. Eigenlijk is de oorlog nooit verdwenen, hè? Dat onderduik iets vreselijks. Het is ook iets vreselijks. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen. Maar achteraf gezien is het natuurlijk toch een, je zou het kunnen zeggen, een prettige herinnering aan
heel veel goede mensen. En echt goede mensen in de betekenis van hoe een mens goed kan zijn. Gewoon door zijn verantwoordelijkheid te laten tellen boven zijn eigen veiligheid en boven zijn wel en wee. Vindt u het belangrijk dat we de verhalen nog vertellen, dat we het erover hebben? Ja, vind ik wel belangrijk. Ja. Ja, vooral zeg maar aan de jeugd van heden. Hè? Ik vind het altijd een beetje een hypocriete boel. Bij de meeste mensen die hier nu staan te betuigen hoe erg die Tweede Wereldoorlog is geweest en hoe die vervolging is geweest en allemaal en zo, daar had ik niet hoeven aan te kloppen om bij onder te duiken. Wat is er gebeurd? Het ontmensing van het ene volk tegenover het andere volk. En het gebeurt nog. Het mensdom leert nooit. Oorlog blijft er altijd. Maar ik vind het een verschrikking. Want in wezen is het een gewone waarschuwing van dit mag niet meer gebeuren. Dit is mensonterend. Achteraf wat ik al gehoord heb, wat allemaal gebeurd is. En dan zeg ik, ja, praat er maar over. En ze denken nog maar aan, want het mag niet meer gebeuren. Dat is de enige boodschap die het moet meegeven. Getuigenissen van Dordtenaren die het zelf allemaal hebben meegemaakt. Die oorlog en de bevrijding. Ja, het was een rare tijd, de oorlog. Angstgevoelens, onzekerheid. Wie kon je vertrouwen? En sommige mensen trekken een parallel met de coronacrisis nu. Want ja, dit is zo'n crisis waarbij je ook rekening moet houden met elkaar. Waarbij je soms voor keuzes komt te staan. Ga ik wel of niet op bezoek bij mijn ouders? Ja, breng ik al of niet mensen in gevaar? En dat was in de oorlog ook zo. Die parallel. Ik kijk even naar Dirk Verheijen. Dirk is de man van 75 jaar bevrijding in Dordrecht. Heel veel activiteiten niet doorgegaan door corona. Die parallel die mensen trekken tussen die oorlogstijd en de coronatijd. Hoe realistisch is die? Nou, mensen doen het, dus daarom is het realistisch. Ik vind zelf dat je die vergelijking eigenlijk niet moet maken. Als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, er werd gebombardeerd. Er werden 6 miljoen mensen vermoord. Er was honger. Er werd verraad gepleegd. Allemaal dingen die eigenlijk in zo'n coronatijd niet terugkeren. Daarom vind ik die vergelijking niet goed. En het coronavirus, hoe erg ook, maakt geen onderscheid naar religie of afkomst of geaardheid. En dat virus van toen juist wel. Daarom vind ik dat je heel voorzichtig moet zijn met dat soort vergelijkingen en het eigenlijk niet moet doen. Ja. We zagen net het filmpje. Er werd onder andere gezegd van meisjes die verliefd waren op Duitse soldaten in de oorlog. Die werden na de oorlog genadeloos afgerekend. Het waren moffe meiden, kaalgeschoren, een soort zelfberechting. Ja. Wat het gekke is, dat vind ik dan zo dubbel. De bedrijven die zaken deden met de Duitsers, daar hoorde je toen niemand over. Nee, dat is een van de opvallende dingen die je daarin ziet. Hè. Kijk, uiteindelijk is de liefde tussen een Nederlands meisje en een Duitse jongen natuurlijk prima. Dat gebeurt nu nog steeds, hè, tussen verschillende culturen en verschillende religies. En dat je dan vervolgens zonder rechtspraak wordt afgestraft, laat ik maar even zo zeggen. En je vergelijkt dat weer met bedrijven die rijk geworden zijn in de Tweede Wereldoorlog. Door samen te werken, intensief samen te werken met de Duitsers. En die dan daarna min of meer vrij uitgaan. Dat vind ik een merkwaardige tweestrijd, tweespalt eigenlijk in hoe dat gegaan is. En als je realiseert dat pas vorig jaar de Nederlandse spoorwegen eindelijk na 74 jaar herkende dat ze wel dingen fout gedaan hebben rondom het vervoer van mensen naar vernietigingskampen. Ja, dan hebben we nog wel een weg te gaan op dat punt. Ik denk dat er nog meer spijtbetuigingen zouden moeten komen. Ja, de NS recent nog en er komen er misschien nog wel meer. Eén dingetje nog. We zijn in 1945 bevrijd. Maar de nazi's hadden toen in die oorlogstijd iets verzonnen. Propaganda, ja. Fake news, nepnieuws. Ja. Daar zijn we eigenlijk nooit meer van bevrijd. Nee, dat wordt nog erger, heb ik het idee. Toen werd met name ook de jeugd werd helemaal geïndoctrineerd met allerlei opvattingen, onderhuidse opvattingen van Duitsers. Maar wat je nu ziet aan fake news, de 16.000 leugens van Trump, de alt-right beweging, allemaal opnieuw bewegingen die ons eigenlijk zouden moeten dwingen om steeds goed na te denken, wat lees ik nou eigenlijk en is het wel waar?
En als ik nou twee dingen gelezen heb, de derde keer moet ik nog een keer lezen en er zelf over nadenken. Dat besef, dat zou ik eigenlijk iedereen mee willen geven om dat te blijven doen. Want het is hartstikke gevaarlijk. Ja, het is ook ontzettend moeilijk. Het is hartstikke moeilijk, maar er zijn factcheckers. En je kunt ook zelf door in gesprek te gaan met anderen, nuanceer je ook je eigen mening. Dus ik zou ervoor pleiten om dat vooral te blijven doen. Zijn de social media misschien niet te verraderlijk? Te veel mensen verleiden om op fake news... En dan op 41 tekens geloven dat dat allemaal waar is. Dat is wel funest in deze periode waarin zoveel mensen gebruik maken van dat medium om verkeerde berichten uit te zenden. Dat is jammer. Laten we hopen dat deze boodschap dan ook nog even indaalt op zo'n avond van bezinning. Want ja, ik ga eens even hier om me heen kijken. Want volgens mij gaan we de ceremonie meebeleven. En dat gebeurt hier op het Sumatraplein in klein comité. Maar ja, zo gaat dat dit jaar in coronatijd.
Vandaag herdenken we op een andere manier dan we gewend zijn. We herdenken zoveel mogelijk thuis. Thuis, omdat we samen het coronavirus proberen terug te dringen. Een deel van onze geliefde en zo vanzelfsprekende vrijheid bestaat even niet meer. Ik sprak laatst iemand die als kind de oorlogsjaren heeft meegemaakt. Hij voelt zich nu meer belemmerd dan dat hij zich toen voelde. De Duitsers hadden ons land veroverd. Mensen werden op verschrikkelijke wijze vervolgd. Maar een kind had dat niet altijd door. Ze speelden soms gewoon alsof er niets aan de hand was. Maar de praktijk was natuurlijk anders. Er was iets verschrikkelijks aan de hand. De Tweede Wereldoorlog was een donkere periode. Een zwart hoofdstuk in onze geschiedenis. Die zo verschrikkelijk was dat we er soms voor willen wegkijken. En dat is het laatste wat we moeten doen. Er zijn steeds minder mensen die de oorlog hebben meegemaakt. En bij sommigen leeft de oorlog voort in hun kinderen. En het is zeer belangrijk dat oorlog en de gevolgen daarvan, dat we die herdenken en de verhalen blijven delen. Zo zijn er ook in Dordrecht duizenden verhalen te vertellen. Ik denk aan Hendrik Plooi, lid van het studentenverzet. Deze Dordtenaar zat gevangen en werd als represaillemaatregel voor de aanslag op een Duitse officier op 9 maart 1945 voor een vuurpeloton op het Hofplein in Rotterdam vermoord. Of het verhaal van de bijna vergeten Dordtse verzetstrijder Willem den Boer. Zijn kleinzoon, Just Stam, heeft begin dit jaar een boek over zijn grootvader uitgebracht. Den Boer heeft onder meer gestreden voor het heroveren van de bezette brug naar Zwijndrecht. Hij ging in het verzet en werd Engelandvaarder. Hij overleefde de oorlog en zijn bijzondere verhaal is nu gelukkig vastgelegd. Nansiska en Moos van Tijn. Zij plaatsen op 17 juli 1942 een advertentie in het Joodse Weekblad. Opa Mozes Jacob Ketz de Vries werd 75 jaar en zijn kleinkinderen feliciteerden opa middels deze advertentie. Ze woonden met elkaar aan de Wijnstraat 129. In de advertentie spraken de kleinkinderen de vurige wens uit: God vergeef hem nog gelukkige jaren. Het was opa niet gegund. Nog geen 4 maanden later haalden de Duitsers triomfantelijk tientallen Dordtse Joden uit hun woningen. Ze vingen er, zo noemden ze dat, die dag 31. Opa zat erbij, de kleinkinderen en hun moeder ook. De vader was een week eerder gearresteerd. Ze werden alle vermoord in Auschwitz. Bij hun toenmalige woning zijn in 2017 stolpersteinen geplaatst. De Duitsers hebben deze familie geen heden gegund. Maar door het plaatsen van de stolpersteinen hebben ze hun verleden teruggekregen. En vanwege dit soort verhalen over echte mensen staan we vandaag met elkaar stil om te herdenken. We herdenken vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa en in voormalig Nederlands-Indië. Militairen die in de strijd om de vrijheid sneuvelden op de slagvelden. Maar we herdenken ook gewone mensen zoals u en ik, die tijdens bombardementen of ander oorlogsgeweld de dood gevonden hebben. We herdenken de miljoenen Joodse, Roma en Sinti-slachtoffers. En natuurlijk onze helden. Helden uit het verzet of de vele onschuldige dwangarbeiders. Tegelijkertijd gaan onze gedachten uit naar hen die in de periode na de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld of tijdens een vredesmissie zijn getraumatiseerd, gewond geraakt of de dood hebben gevonden, vaak ver van huis. Voor volk, voor vaderland, maar vooral voor vrijheid. Onze vrijheid. Morgen, 5 mei, vieren we dat we in een vrij land leven. Maar het is anders dan we gewend zijn. Nu we vieren dat we al 75 jaar in vrijheid leven, staat ons eigen leven even op zijn kop. En natuurlijk is dat niet te vergelijken met oorlog. Maar we worden wel beperkt in onze vrijheden. Vrijheden waar mensen hard voor hebben gevochten en waar veel mensen voor zijn gestorven. Vrijheden waar we gewend aan en misschien zelfs wel een beetje verwend door zijn geraakt. Vrijheden die we vanzelfsprekend vinden, maar dat dus niet zomaar blijken te zijn.
Het is daarom goed om aan de vooravond van die viering allereerst stil te staan bij hen die de hoogste prijs hebben betaald voor deze zwaar bevochten vrijheid. En stil te staan bij het feit dat het behoud van vrijheid een grote inspanning vraagt. We staan stil bij het verleden, maar denken ook aan onze toekomst. Een toekomst in vrijheid. Iets waar we soms voor moeten blijven strijden. Want vrijheid is iets geweldigs, iets om te koesteren en zuinig op te zijn. En daarom hecht ik ook zoveel waarde aan herdenken. We moeten niet vergeten dat zoveel mensen hebben gestreden. Dat zoveel mensen zinloos zijn gestorven en dat zoveel mensen hebben moeten lijden. Dat mensen zo ongekend veel hebben opgeofferd voor een ander. Daar kunnen we vandaag de dag ook weer een hoop van leren. Opoffering, zelfbeheersing en discipline. Zijn wij dat, verwend als we soms zijn, verleerd na 75 jaar? Of zijn we eigenlijk echt pas mens als we die eigenschappen naar boven weten te halen voor elkaar? Zoals nu, tijdens de coronacrisis. In ieder geval mogen we nooit, maar dan ook nooit vergeten welke verschrikkelijke gebeurtenissen destijds allemaal hebben plaatsgevonden. Alleen dan kunnen we de vrijheid die we in onze tijd kennen echt op waarde schatten. Er zuinig op zijn en koesteren, opdat we nooit vergeten. We zien nu hoe Peter van der Leer, voorzitter van het Oranje Comité, werd samen met kinderburgemeester Marije Vennix de tweede krans legt bij het monument. En die is bestemd voor de slachtoffers die vielen in andere oorlogen dan de Tweede Wereldoorlog en natuurlijk de vredesmissies. Tot zover de ceremonie op het Sumatraplein. We schakelen straks over naar de Dam in Amsterdam. Maar voordat het zover is, voordat de koning daar gaat spreken, nog even kort naar Dirk Verheijen. 75 jaar herdenking in Dordrecht. Wat moeten we nou eigenlijk vooral vieren? Die vrijheid, hè, zeggen we dan. Want ja, normaal elk jaar was het zo 2 minuten stil, zoals net. En dan weer over tot de orde van de dag. Ja, nou, ik denk dat we ons moeten beseffen dat vrijheid gewoon ook werken betekent. Gewoon voor jezelf. En wij leven in een wereld die volledig vrij is. Het is een soort zuurstof, zei laatst iemand tegen mij. Pas als je het afknijpt, dan ga je voelen wat je tekort komt. Dus daarom vind ik het belangrijk om over vrijheid na te denken. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Maar ook veilig en geen honger. Dat zijn eigenlijk de 4 vrijheden waar je eigenlijk voor zou moeten werken, zou moeten leven en met elkaar over in gesprek zou moeten blijven. Blijven, ja. De koning gaat straks beginnen. Of is dat wel apart, hè, dat de koning gaat spreken? Want ja, de vorst spreekt normaal gesproken niet tijdens de herdenking. Nee, dat is wel bijzonder. Ja, dat betekent ook dat de afstand tussen de koning en het koningshuis en de Nederlandse bevolking neemt gewoon af. Dat is mooi, vind ik. Ik hoop altijd dat hij ook een beetje van zichzelf laat zien. Hè? Dus hij is vaak bij officiële gelegenheden, zullen we ook zien. Nou, bij Koningsdag hebben we natuurlijk wat van hem en van de prinsesjes ook met name gezien. Nee, dus dan wordt het ook wat dat betreft een beetje normaler, om dat woord maar eens gebruiken in deze tijd. Maar ook, laat zeggen, zijn eigen interpretatie van sommige dingen zou ik ook wel eens willen horen, in plaats van toch een beetje ook voorgeschreven speeches, zou ik maar zeggen. Ja, zo Fort zit natuurlijk ook in een bepaald keurslijf. Ja, dus ja. En Rutte is verantwoordelijk, dus ja, je kan niet alles zeggen wat je vindt. Dus dat vind ik wel jammer, maar dat zou wat mij betreft ook wel een beetje
vrijer kunnen. Dat hoop ik ook. Terwijl wij met elkaar praten, dat is de kijkers misschien ook wel opgevallen. Kijk even met een schuin oog even naar een scherm wat zich in Amsterdam afspeelt. Ja. Want de vorst, u zei al, ik hoop dat hij zich wat vaker laat zien en meer van zichzelf laat zien. Wat ik vooral zie is een vorst die inderdaad, zoals hij het ooit aankondigde bij zijn aantreden, zei ik wil wat meer op mijn oma lijken dan op mijn moeder. Ja. Hij is wat minder afstandelijk. Ja, zeker, zeker. Maar nog geen spruitjeslucht. Dus dat hoeft ook niet, hè? Dus dat, je kunt ook op een menselijke manier met je eigen burgers, met je bewoners van dit land gewoon praten. En dat lijkt me, dat wens ik hem ook toe, dat hij dat steeds meer kan en ook wil doen. Ja. Dankjewel, Dirk Verheijen, tot zover. Wij zijn hier uitgepraat op het Sumatraplein. We komen straks, als de koning heeft gesproken, dan komen we hier nog even terug om na te praten met de burgemeester. Want we gaan hier op het Sumatraplein natuurlijk kijken en luisteren wat er op de Dam gebeurt en wat daar gezegd wordt. En we krijgen natuurlijk heet van de naald van een reactie van onze eigen burgemeester, van Wouter Kolff. En ik zal hem dan natuurlijk ook even vragen hoe hij deze toch hele vreemde herdenkingsplechtigheid heeft ervaren. Maar goed, schakelen maar naar Amsterdam, waar volgens mij de laatste krans gelegd wordt en de koning zich klaarmaakt voor de toespraak. Dan zal nu koning Willem-Alexander een toespraak houden op de Dam. Het is voor het eerst dat een staatshoofd spreekt bij de nationale herdenking op 4 mei. Het voelt vreemd op een bijna lege Dam. Maar ik weet dat u, dat jij deze nationale herdenking meebeleeft en dat we hier samen staan. In deze uitzonderlijke maanden hebben we allemaal een deel van onze vrijheid op moeten geven. Sinds de oorlog heeft ons land iets dergelijks niet gekend. Nu maken we zelf een keuze in het belang van leven en gezondheid. Toen werd de keuze voor ons gemaakt door een bezetter met een ideologie zonder genade die vele miljoenen mensen de dood injoeg. Hoe voelde die ultieme onvrijheid? Er is één getuigenis die ik nooit zal vergeten. Het was hier in Amsterdam in de Westerkerk. Bijna 6 jaar geleden. Een kleine man met heldere ogen, vier rechtop met zijn 93 jaar, vertelde ons het verhaal van zijn reis naar Sobibor in juni 1943. Zijn naam was Jules Schelvis. Daar stond hij, breekbaar maar ongebroken, in een volle, muisstille kerk. Hij sprak over het vervoer met 62 mensen in één veewagon. Over de ton op de kale vloer. Over de regen die door de kieren spatte. Over de honger, de uitputting, de smerigheid. Je ging eruit zien als een schooier, zei hij. En je hoorde in zijn stem hoe erg hij dat had gevonden. Hij vertelde over de horloges die bij aankomst door soldaten van Polsen werden gerukt, over hoe hij zijn vrouw Rachel in de chaos kwijtraakte.
Nooit zag hij haar terug. Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld? Zijn vraag bleef hangen tussen de pilaren van de kerk. Ik heb er geen antwoord op, nog steeds niet. Wat ik me ook herinner, is zijn verslag van wat er aan de reis vooraf ging. Na een razzia werd hij, samen met zijn vrouw en vele honderden anderen, weggevoerd naar station Muiderpoort. Ik hoor nog zijn woorden. Honderden omstanders hebben zonder vorm van protest toegekeken hoe de overvolle trams onder strenge bewaking voorbijreden. Dwars door deze stad, dwars door dit land, voor de ogen van landgenoten. Het leek zo geleidelijk te gaan. Elke keer een stapje verder. Niet meer naar het zwembad mogen. Niet meer mogen meespelen in een orkest. Niet meer mogen fietsen. Niet meer mogen studeren. Op straat worden gezet. Worden opgepakt en weggevoerd. Sobibor begon in het Vondelpark. Met een bordje voor Joden verboden. Zeker, er waren veel mensen die zich verzetten. Mannen en vrouwen die in actie kwamen. Die tegen de stroom in burgermoed toonden en hun eigen veiligheid op het spel zetten voor anderen. Ik denk ook aan alle burgers en militairen die vochten voor onze vrijheid. Aan de jonge soldaten die de meidagen sneuvelden aan de Grebbelinie. De militairen die ons koninkrijk dienden in Nederlands-Indië en dat met de dood bekochten. De verzetstrijders die werden gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte of onmenselijk werden behandeld in straf- en concentratiekampen. De militairen die niet terugkeerden van hun vredesmissie of daarbij ernstig gewond raakten. Werkelijke helden die bereid waren te sterven voor onze vrijheid en onze waarden. Maar er is ook die andere realiteit. Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten. Onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund. Al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen. Ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets wat mij niet loslaat. Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal is. En onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. Jules Schelvis doorstond de hel en wist toch als vrij mens weer iets van het leven te maken. Veel meer dan dat. Ik heb vertrouwen in de mensheid gehouden, zei hij. Als hij het kon, kunnen wij het ook. Wij kunnen het. We doen het samen. In vrijheid. Ja, we zien nu de koning weglopen van het spreekgestoelte op de Dam. Zoals we hier niet zo lang geleden burgemeester Kolf weg zagen lopen van zijn toespraak hier. De koning zei het, ik sta hier op een lege Dam. Ja, u stond op een bijna leeg Sumatraplein.
Hoe voelt dat? Hoe is dat? Nou, heel onwerkelijk, want we zijn gewend om herdenken, om dat te doen met zoveel mogelijk mensen. En om samen te komen, om vervolgens stil te staan bij al die slachtoffers die destijds zijn gevallen en in al die momenten daarna. En dat hebben we nu eigenlijk, ja, gek genoeg met zo min mogelijk mensen gedaan. En dat voelt wel heel onwerkelijk. Tegelijkertijd, ik zei het net vooraf al, toch heel belangrijk dat we het ook in deze tijd aangepast, maar dat we het toch doen. Ja, over aangepast gesproken. Vandaag herdenken we, morgen vieren we de bevrijding. Maar ja, de bevrijdingsdag zal ook niet zijn wat die altijd was. Nee, ik denk dat we toch maar de oproep die het Nationaal Comité ook doet, allemaal vlaggen de hele dag. En ja, dan maar even in huiselijke kring toch zoveel mogelijk stilstaan dat we vrij zijn. En dat we in vrijheid onze keuzes kunnen maken. Eigenlijk ook aansluitend bij wat de koning zojuist zei. Bedankt. Tot zover. Dit was de rechtstreekse uitzending vanaf het Sumatraplein over de herdenking in Dordrecht. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en een fijne viering, voor zover je daarvan gaan spreken, van Bevrijdingsdag 2020.